Vanmiddag schijnt in het hele land de zon. Er waait in het binnenland een matige en aan de kust een krachtige wind uit het noorden. Daardoor zal het niet warm aanvoelen. Dus opgepast met de zon. Smeer je goed in en blijf niet te lang bakken. Als je de zon ingaat met een gewoon t-shirt aan, hou er dan rekening mee dat ook door je t-shirt heen je huidschade kunt oplopen en zelfs nog kunt verbranden. Dit komt door het ultraviolette licht dat de zon uitstraalt. Dat ultraviolette licht bereikt ons in twee vormen, UVA en UVB. UVB is de straling die ervoor zorgt dat je vitamine D aanmaakt en bruin wordt. Maar van te veel UVB kun je verbranden. UVA dringt dieper door in de huid en is eigenlijk gevaarlijker, want je merkt er niks van. Toch veroorzaakt het net als UVB ook versnelde huidveroudering en huidkanker. Een goede zonnebrandcrème beschermt tegen UVA en UVB. Die bescherming is vaak beter dan de bescherming die een gewoon t-shirtje biedt. Dus pas op met te veel zon en wees je ervan bewust dat een gewoon t-shirt je maar beperkt bescherming kan bieden. Ook in Nederland, want we staan op de tweede plaats in de wereld als het gaat om het aantal gevallen van huidkanker.